Oh ja. Daar ben ik in geïnteresseerd. Ja. Dat ik wil weten hoe je moet ontsnappen aan de beschaving. Ik heb meegemaakt wat de beschaving is in Ypenburg. Daar heb ik een maand gewoond. Daar heb ik geleerd. Heb ik 30 dagen ingeburgerd met een geleende Labrador. Zo. Mensen leren kennen. En ik ben vakkenvuller geweest in de supermarkt. Ik heb cursussen gedaan in het buurtcentrum. En toen heb ik geleerd ook wat het is om een overkill aan beschaving en efficiëntie over je heen te krijgen. Ja. Dus ik dacht, het lijkt me aardig om een keer ook 30 dagen uit te burgeren. Ja. En volgens mij kan dat het beste aan zee. En vooral in dit soort gemeenschappen waar geëxperimenteerd wordt, waar nog niks af is. Hè? Want het idiote aan een plek als Ypenburg is dat het natuurlijk, de mens is er overbodig geworden. Ja. Want het is allemaal al klaar. Ja. Je hoeft er niks meer te doen. Nee. En hier kom ik mensen tegen, zoals de bunkergravers, die op een andere manier naar de samenleving kijken. Die het avontuur opzoeken. Hè? Ja. Voor mij is het ook eigenlijk een zoektocht naar mannelijkheid. Oh. Wat is het om een man te zijn? Zo. Dus is dat niet de volgend onderzoek? Nee, dat heeft te maken met het ontsnappen aan de beschaving. Want echte mannen zijn zelfvoorzienend. Oh, ja. En de beschaving is natuurlijk een typisch kenmerk van alles wordt voor je geregeld. Je hoeft niks meer zelf te doen. Ja. Maar als echte man wil ik dus leren vissen. Het was een falikante mislukking, want ik... Je vond zielig. Nee. Eerst kwam het draad in die molen. Vervolgens kwam de top van de hengel mee in zee. En ten derde bleef mijn lood op de bodem hangen. Dus het was... Ik moet tot mijn spijt bekennen dat ik nog steeds geen echte man ben. Dus dat valt tegen. Ja, en waar kunnen we jouw belevingen terugvinden? Op mijn website www.bramesser.com. Ja, ja. Daar is een weblog en daar zijn de verhalen op. Ik zal je vaak... Maar het gaat ook over Den Haag een beetje toch wel. Nou, zeker. Want dit project staat in een grotere context. Die ik zou willen omschrijven als grensverhalen. Ja. Dus ik heb Ypenburg. Dat is natuurlijk een uiterste grens van Den Haag. Ja. Je kunt je nog afvragen of het nog Den Haag is. En hier hebben we heel duidelijk een andere grens. Ja. Hier gaat de stad over in de zee. Ja. Daar houdt het echt op. Ja, is ook zo. Dit project heeft wel de consequentie dat ik dus volgend jaar in een kas moet gaan wonen in het Westland. Ja. Dat is ook een grens. En daarna in Wassenaar. Dan kan ik een boek maken. Oh ja. En die container, dat is dan je tijdelijke... Ja, dat is van een kunstenaarsinitiatief genaamd De Satellietgroep. Ja. Dat is ook een website van satellietgroep.nl. En die doen één keer per maand hier een artist in residence. Dan kan dan een kunstenaar broeden op een beeld of op een verhaal. En is dat begin, dat broeden? Ligt je ei er al of moet je weg? Nee, nou, er zijn, het bruist en het kookt. Ik sta open voor van alles en nog wat. Dus het is nog absoluut geen afverhaal. Leuk, ik ga je volgen. Oké. Okay.